Start campagne. Seksueel molest tegen gaan en vrouwen in sport belichten. First Lady Ingrid Boutersen-Waldering gaf tijdens haar toespraak aan dat seksueel molest een wereldwijd probleem is. Het komt voor in de huiselijke sfeer, op de werkvloer, op school, maar ook in de sportwereld. Het Surinaamse Olympisch Comité, SOC, heeft in dit verband op maandag 8 april 2019 een campagne gestart om seksueel molest in de sport tegen te gaan en vrouwen in de sport te belichten. Hiermee is een aanvang gemaakt om seksueel molest in de sportwereld bespreekbaar te maken, enerzijds en anderzijds de participatie van vrouwen in de sport te bevorderen. De First Lady was bijzonder vereerd om als Surinaamse vrouw, moeder en sporter aanwezig te mogen zijn bij de launch van de flyer in het kader van seksueel molest en de kick-off van de promotiecampagne met betrekking tot vrouwelijke atleten. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.